Nancy nog erbij. Kom maar. Daar staan ze, de bar is helemaal gevuld. Allereerst wil ik zeggen als voorzitter dat ik het weer fantastisch vond om hier te zijn in de kroeg. Dus in ieder geval even een enorm applaus voor de... Huis gezellig en het ging lekker door met die drank, dus het, de omzet zat goed uit vanavond. En dan jullie, ja, ik vond het, of ik in ieder geval, ik mag zeggen, wij vonden het heel erg ingewikkeld. Het is een cliché, maar jullie waren alle vijf kanjes. En dus een heel applaus. Maar, ja, er moet toch een winnaar natuurlijk uitkomen. En ik heb jou net gemist met je grappen, maar ik hoorde dat je heel goed was, maar ja, je stond niet op mijn lijstje. Dus uiteindelijk kwamen wij tot, in ieder geval tot twee, daar waren we het over eens. Dus er vielen er drie af en over die twee bleven we heel lang heen en weer, wel niet, wel niet. Uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen. Het bleef 2-1. En daarom hebben we wat anders besloten, dat er twee mensen naar Carré gaan. En ik vind het heel fijn dat ik mensen blijf. Ik ben er ook niet af, dus ik vind het ook te gek dat ik mee mag doen. En dat jullie er weer zijn. Ik hoop dat jullie sowieso alle vijf zijn. Maar voor wie moet ik nou eerst de winnaar of de tweede bekend maken? Nee, we gaan eerst voor de tweede. De tweede is geworden, ze zong een liedje, zing een liedje voor mij. Lens, jij mag... Even kort, we waren heel blij sowieso dat je zei van ik zou er zo graag willen staan. En dat kwam op ons over. Je begon heel gevoelig en daarna kreeg je de hele tijd nog aan de gang. En zing een liedje voor mij was, ja, we willen graag dat je dat voor Carré gaat zingen. Het is een medley van Johnny Jordaan, zoals je weet. En het begint met dat liedje, dus in ieder geval, we gaan nog even bespreken hoe we het doen. Maar het idee is nu dat jij in ieder geval, dat jij daarmee begint. Dus ja, dan mogen we, dan gaan we naar de winnaar. Ja, er staan nog vier heren. Is je rolletje nog niet vol? Ik ga gewoon meteen zeggen, Davy is het gewoon.